Hallo allemaal en welkom bij een zeer speciale nieuwe video voor A Never Ending Story. Het is namelijk onze eerste video in de reeks Lezen door het leven. Yay! Een hele tijd geleden hebben wij al aangekondigd dat we bezig zijn met een fantastisch nieuw project. En we hebben ook al verteld waar Lezen door het leven eigenlijk over gaat. Dat kan je terugvinden in de vorige video. Voor de mensen die het gemist hebben, zal ik het misschien nog even heel kort vertellen. Lezen door het leven is in het eerste geval een leesbevorderingsproject. Wij hebben samen met een heel groot aantal uitgevers samengezeten en gekeken naar boeken die zijn verschenen in het jaar 2019 en 2020. Daarin zijn we eigenlijk gaan zoeken naar boeken die tot op dit moment misschien een beetje onderbelicht zijn en dat vooral onterecht zijn. Dus boeken die nog niet zijn opgemerkt op social media, op bloggersites, op andere sites, maakt niet uit, maar die eigenlijk wel een plek in die spotlight verdienen. Wij zijn daar een heel aantal boeken van gaan lezen en we zijn die ook gaan opdelen in 8 verschillende categorieën. Zo heb je de categorieën 0 tot 3 jaar, 3 tot 6 jaar, de 6 plus categorie, de 8 tot 12 categorie, de 12 plus, YA categorie en volwassen non-fictie en fictie. En vandaag beginnen wij met alle boeken die wij hebben geselecteerd in de categorie 0 tot 3 jaar. Kanttekening daarbij is natuurlijk dat er nog veel meer boeken zijn, ook nog heel veel andere mooie boeken. Natuurlijk kunnen wij geen 1000 boeken aan jullie voorstellen, dus hebben wij een selectie gemaakt van de onderbelichte boeken die eigenlijk toch wel echt meer spotlight verdienen. En die wij vandaag met heel veel trots, kijk eens aan jullie gaan voorstellen. Joehoe! Het zijn er heel wat, dus het gaat waarschijnlijk een iets langere video zijn. Dus neem een kopje thee of een kopje koffie erbij. En een blad en een pen. En een blad en een pen, want het is natuurlijk heel belangrijk. Voor mensen die liever een lijst bekijken, in de comments onder deze video vinden jullie ook een link terug om de PDF te downloaden. Daarin vinden jullie alle titels met alle technische informatie, de korte inhoud en een quote van een van ons over waarom het boek precies in deze lijst thuis hoort. De PDF is volledig gratis te downloaden en staat volledig ter jullie beschikking. Ja. Yes. Oh, nog iets misschien? De recensies over de boeken vinden jullie de komende weken, maanden sporadisch terug op Lees Mee Met Mij en Velgisch Boekenwereld. Laten we beginnen. Het eerste boek is deze. Is al meteen een kleurrijke klapper. Het is namelijk Circus Luna, geschreven door Nelke Verhoef en uitgegeven bij De Eenhoorn. Het voordeel van deze filmpjes is natuurlijk dat wij jullie een kleine kijk in de binnenkant kunnen geven. Wat toch wel heel fijn is, want in de boekhandel kan dat niet altijd. Zeker niet als je online koopt. Ja. En het voordeel is dat je zo meteen een heel goed beeld krijgt over hoe het boek eruit ziet. Ja. Circus Luna gaat eigenlijk over een meisje, genaamd Luna. En zij wil niet slapen, ze is nog niet moe. En op een gegeven moment komt dan de maan. En de maan komt haar halen en voert haar eigenlijk mee naar het circus. En hier wordt Luna de ster van het circus. Ze heeft er echt een geweldige tijd. Echt de wildste avonturen beleefd ze in dat circus. En op een gegeven moment wordt ze wakker. En blijkt het circus dus een droom te zijn geweest. Het is echt een heel tof boekje om voor te lezen voor het slapen gaan. Omdat het zo kleurrijk is en echt de verbeelding opwekt bij de kinderen. Het is ook geschreven in vers, dus op rijm. Dus het is al iets voor een iets oudere categorie, zeker de 2 tot 3 jaar. Omdat ze het verhaal wel gaan moeten snappen. Maar voor de jongere kinderen is het ook wel heerlijk om gewoon naar de prenten te kunnen kijken en de verbeelding op te wekken. Het gaat dus over een heel herkenbaar thema, namelijk slapen gaan. Want heel veel kindjes hebben moeite met naar bed willen en in slaap te kunnen vallen. En dan is zo'n verhaaltje wel heel leuk om voor te lezen. En wie weet, als je het je kindje vertelt voor het slapen gaan, droomt jouw kindje er ook wel van om de ster van het circus te zijn. Dus Circus Luna. Ik zal misschien direct even aansluiten bij dat boek, met het andere boek. Ja. Misschien iets handiger. Namelijk Onder de Wol van Françoise Beck. Het boek is verschenen bij Querido. En het behandelt eigenlijk ook het thema van kinderen die naar bed moeten gaan en die niet willen gaan slapen. Ik denk dat het voor heel veel ouders, grootouders, babysits en andere mensen echt een heel herkenbaar probleem is.
Onder de Wol gaat over 7 kleine pinguïns. Zoals jullie kunnen zien. Het is een boek in pasteltinten. Dat gaan jullie ook zien als jullie de binnenkant. Het is een hele verandering met het eerste boek. Het is heel zacht. De kleuren zijn echt heel, ja, heel zacht. Hè? Ze zijn niet zo heel sterk. Ja. En het gaat dus over 7 kleine pinguïns die eigenlijk moeten gaan slapen, maar die nog helemaal niet moe zijn. En op een zijkant van een bladzijde vinden ze een rood draadje. Natuurlijk willen ze dat rood draadje volgen en komen ze zo in een heel avontuur terecht. En na het avontuur zijn ze zo moe en komen ze met het draadje terug in hun slaapkamer uit. En gaan ze uiteindelijk toch naar bed. Dus ook perfect geschikt om te lezen voor het slapen gaan. En er misschien zelfs een ritueel van te maken. Zodat kinderen weten, als het avontuur van de pinguïns gedaan is, is het tijd om te gaan slapen. Het is zonder twijfel een van de mooiste prentenboeken die ik dit jaar al las. Ik vind de tekenstijl echt prachtig. De kleuren zijn heel mooi. Hier is het draadje trouwens. En de pinguïns, ik vind het echt schattig. Ja. Het is echt een heel lief verhaaltje. Dus Onder de Wol van Frost Wazebeek. Dan, het volgende boekje. Misschien erbij vermelden, de categorie 0 tot 3 is een hele diverse categorie. Ja, we hebben echt van alle soorten boekjes. Prentenboeken, voorleesboeken, aanwijsboeken, geluidenboeken, zoekboeken. Ja. Er bestaan zoveel soorten boeken. En dit is er meteen zo eentje. Dit is een aanwijsboek, namelijk De Wereld van Koning en Prinsjes. Een aanwijsboek met doorkijkjes. Dus je hebt 2 verschillende soorten in het boekje. Ja. En het gaat eigenlijk over Goni en zijn vriendjes. Het is niet echt een boek om voor te lezen. Het is dus echt een aanwijsboekje. En ook heel leuk voor kindjes die al wat bekend zijn met de wereld van Goni en vriendjes. Want er zijn echt enorm veel verhalen over Goni. En dit neemt je eigenlijk mee op de verschillende avonturen van Goni en vriendjes. Maar misschien zo een doorkijkje laten zien. Hier, ja, zien jullie zo'n doorkijkje. Dan is dat zo'n gaatje. En dan, dit werkt beide kanten. Dus nu zegt het, wie is dit? En dan ga je terug en dan staat daar, dat is Bo. En dan hier staat, wie zijn dit? En dan staat er, dit zijn Otto en Teun. Dus het werkt via beide kanten en het neemt je ook mee op verschillende situaties. Bijvoorbeeld wat beestjes doen, welke geluiden ze maken in de lente en de zomer. Dus het neemt je ook mee doorheen de seizoenen. Het is echt een heel leuk boekje. Het is dus niet echt een verhaaltje om voor te lezen, maar het is wel gewoon om op ontdekkingstocht te gaan. Ja, het fijne is natuurlijk wel, het is echt gemaakt van heel dik karton. Ja. Dus het kan ook wel tegen een stootje. Dus het is ook wel geschikt voor iets jongere kinderen al. Ja. Het kan iets vroeger. En het is net zoals alle andere Goni en vriendjes uitgekomen bij uitgeverij Godmer. Ja. Heel tof om actief mee bezig te zijn. Ja. Het volgende boek is weer iets anders. Het is een flapjesboek. En het is namelijk Waar is iedereen van Tom Champ en uitgegeven bij uitgeverij Lano. Ik zal jullie meteen misschien een flapje laten zien. Ja, toen ik deze cover zag, was ik echt meteen verliefd. Omdat het is de bedoeling dat kinderen eigenlijk gaan zoeken of gaan raden wie er verstopt zit achter de verschillende voorwerpen in het boek. Dus hier staat wat ruist er door het struikgewas en dan de pauw. En ze kunnen het een beetje afleiden aan de vorm, ja, van de tekeningen. Niet altijd. Niet altijd. Dus het is soms nog wel eens wat moeilijk, maar het is echt een heel leuk bij deze weet je het eigenlijk niet. Nee. Maar het staat er wel altijd bij. Ja, het staat er dus altijd bij. De tekeningen zijn echt heel kleurrijk en heel mooi gemaakt. De flapjes zijn ook van heel goede kwaliteit. En het is dus voor de iets jongere categorie in deze overkoepelende categorie. Dus 1,5 tot 2,5, zoiets zou ik zeker zeggen. Het zijn ook redelijk dikke pagina's, ja, tegen een stootje. En het roept de verbeelding ook wel op bij de kindjes. En de kleuren zijn ook gewoon echt heel mooi. Ze spatten eigenlijk echt van het papier af. Dus ja, heel mooi flapjesboek voor de jongste lezertjes tussen ons. Nog eentje voor de iets jongere kinderen? Ja, dit is echt voor de jongste van de categorie. Het is namelijk Ik Zoen Je van Guido van Genecht, is uitgegeven bij uitgeverij Klavis. En Ik Zoen Je gaat eigenlijk over verschillende diertjes en waar je ze dus kunt zoenen. Bijvoorbeeld Ik Zoen Je bovenop je polletje. En het zorgt eigenlijk voor een interactief momentje tussen ouder en kind. Of meter en medekindje. Het kan echt diverse kanten. Oma, opa. Oma, opa. Kan echt allemaal, hè? Ja, dus je gaat eigenlijk mee op ontdekkingstocht en je gaat het kindje op verschillende plaatsen kusje kunnen geven. Het is echt prachtig geïllustreerd, hele zachte tekeningen, echt een hele mooie kleurpalet. Ik hou ook echt van de tekenstijl van Guido van Genechten, echt
prachtig. En het is ook echt een heel goed geboortecadeau. Ja, echt. Als er iemand in de familie of in de vriendenkring bevallen is of kinderen heeft gekregen. Echt een heel origineel, heel mooi cadeautje. Ja, echt een heel mooi boekje. Absoluut. En het is ook heel stevig, dus het gaat wel even mee. Kan wel tegen een stootje. We blijven binnen de bijzondere wereld van uitgeverij Klavis. Ja. Maar we gaan niet meer kusjes geven, we gaan werken op de boerderij. Ja. Mijn boerderij is geschreven door Lisbeth Slegers en is, zoals ik al zei, verschenen bij uitgeverij Klavis. Misschien goed om te weten, is de feature die Klavis heeft op de meeste peuter- en kleuterboeken. Ze hebben namelijk, ik weet niet of jullie het goed kunnen zien, een treintje op de spine, op de rug van het boek. En achteraan staat ook een beetje uitleg. Je moet namelijk het aantal wagonnetjes tellen. Hier zijn het er 2. En dat betekent dat het boek geschikt is voor kinderen vanaf ongeveer 1,5 jaar. Ja. Het treintje is groen, dus het gaat over alles wat er in de wereld gebeurt. Mijn boerderij. Het is een heel interactief boek ook, met flapjes. Maar je ziet meteen dat de flappen heel groot zijn. Ik zal even laten zien. Zo. Dus dat betekent wel echt dat het inderdaad voor jongere kinderen al geschikt is. Want hoe kleiner de flapjes, hoe sneller ze ook scheuren. Ja. Het is eigenlijk heel leuk, want je krijgt altijd op de linkse pagina uitleg. Bijvoorbeeld hier gaat het over de dieren die leven op de boerderij. En dan is er altijd een vraag, welk dier gaat er bijvoorbeeld mee naar de wei? En dan moet het kindje kijken welk diertje er in de wei leeft. Maar het gaat ook over wat de dieren te eten krijgen, welk fruit er groeit op de boerderij, welke groenten er groeien. En op die manier leer je eigenlijk samen met het kind de wereld ontdekken. Maar ik krijg het plapje nog niet meer op. Ja, op de boerderij. Heel erg interactief. Lisbeth Slegers heeft ook heel veel boeken gemaakt. Ja. Het is ook heel stevig, dus het kan ook wel echt een aantal jaren meegroeien met het kind. Heel leuk om te doen. En ook heel kleurrijk. Ja, super veel kleuren. Dat is bij jonge kindjes wel echt heel belangrijk. Goed. Tot heel veel kleur. Ja. Ja, om ze gewoon te prikkelen en bezig te houden. Hè. Super belangrijk. Nog zo'n boek vol kleuren. Het vrolijke stadsdieren flapjesboek. Nog een flapjesboek. Er zijn er heel wat in deze categorie. Ja, dat klopt, hè. En dit gaat eigenlijk over duif. En duif neemt je mee op ontdekking door de stad. En dan welke dieren er allemaal in de stad leven. Het is echt een heel leuk flapjesboek. Met echt weer heel zachte tinten. Dus echt zo de pastelachtige kleurenpalet. Maar wel veel kleuren. Maar veel kleuren en ook gewoon heel veel dieren. Het geeft echt over verschillende dieren meer info. Het enige jammer vond ik aan dit boek wel de laatste 2 pagina's, want dat doet vermoeden dat er bijvoorbeeld in iedere stad apen en gorilla's en giraffen leven. En dat is prima als je in een stad woont met een dierentuin, maar niet iedere stad heeft dat. Maar dat is iets om rekening mee te houden. Ja, wel leuk om de dieren te leren kennen natuurlijk. Super actief, ook interactief. Het is heel goed om het om de hersenen te stimuleren van kinderen. Maar het was vooral een heel leuk boekje. En zeker voor jongere kindjes heel leuk. Dus, koekoe. Opnieuw terug naar de treinwereld van Klavis. Ja. Dit boek heeft 4 wagonnetjes en is dus geschikt voor kinderen vanaf 2,5 jaar al. Dus het is voor de iets oudere doelgroep. Het is Anna in de bibliotheek van Kathleen Amon. Ook een heel bekende auteur bij Klavis. Absoluut. Er Anna. Bestaan echt heel veel boekjes in de reeks van hier Anna. Staan ze. En Anna is ook echt heel geliefd op kindercrèches, scholen. Omdat Anna is een wereld waar je gewoon universeel mee kan. Er maar zijn Anna is ook Anna. Heel eenvoudig getekend. Ja. Is voor kinderen ook heel herkenbaar. Heel doet ook heel normale dingen. En dit verhaaltje gaat dus over de bibliotheek. En alles wat erbij komt kijken bij een bibliotheekbezoek. Van de boeken zoeken die je thuis nog hebt liggen voor terug te brengen. Een boete betalen, een nieuw boekje zoeken, uitlenen, het mee naar huis nemen, het lezen. Het hele proces van het gaan naar de bibliotheek neemt het je mee. En het is echt een heel, heel tof boekje. Weer heel kleurrijk, weer heel stevige bladzijden. En dus ja, voor de iets grotere doelgroep. Ja. Het is al echt een verhaaltje. Ja, het is echt een verhaaltje. Ja. Dus Anna is heel populair en ook heel populair bij ons in deze categorie. We hebben al flapjesboeken gehad, we hebben al aanwijsboekjes gehad en nu heb ik een schuifboekje in de aanbieding. Het boekje heet Wat voel ik? Het is geïllustreerd door Danielle Rood of Root en het is uitgegeven bij uitgeverij Oogappel. Je kan meteen zien, ik ga het proberen te laten zien, nu is panda blij en nu is panda verdriet.
Je ziet meteen dat het heel interactief werkt. En het gaat dus, zoals je al ziet, over de verschillende gevoelens wat komen kijken. Ik wil misschien nog een voorbeeldje geven. Een heel paardje heeft een ballon, maar als de ballon gaat vliegen, dan is die heel verdrietig. En zo gaat het verder. En door aan de hand van verschillende situaties leren de kindjes eigenlijk de gevoelens kennen. En wat ook heel belangrijk is, aan het einde van het boekje is er een rad met alle gevoelens die worden besproken in het boekje. En kan het kindje dus zelf aangeven hoe die zich vandaag voelt. Je hebt de emoties rustig, ik wil niet, boos, verrast, bang, droevig en blij. Het is dus echt een heel belangrijk boekje om gevoelens al voor jongere kindjes bespreekbaar te maken. En aan de hand van de schuifjes is het zeer interactief. Ja. En leren de kindjes ook echt zien van, als een ballon gaat vliegen, dan word je verdrietig. Super, ook goed. Interactief is altijd goed om kinderen met hun aandacht erbij te houden. En te stimuleren. Ja, absoluut. Ja. Echt een heel tof boekje. Ook dikke bladzijden, dus het kan ook wel echt tegen een stootje tegen iets goede kinderen. Ja. Kan het wel echt hebben. Het volgende is een reeks boeken eigenlijk. Ja. Oeps, ik zie ook ze niet uitvallen, hè. Het zijn namelijk de boeken over Finn en Snip. Finn is een jongetje en Snip is zijn vogeltje. Yes. En Finn en Snip is gemaakt of bedacht door Ellie van der Linde en Greet Bosgaard. En is uitgegeven bij Uitgeverij De Eenhoorn. En Finn en Snip nemen jullie eigenlijk mee op verschillende dagelijkse activiteiten. Ja, hier gaan ze in de herfst blaadjes vegen. Ze spelen lekker in de sneeuw, maar ze gaan ook spelen met de bal. En ze vertellen hoe een gewone dag eruit ziet in De Hele Dag Samen. Ja. Dus eigenlijk al... Dit zijn ook flapjesboeken, dus het is ook al voor heel jong. Ik zal misschien een flapje laten zien. Het zijn weer hele grote hele flapjes, dus het is echt al voor 1 jaar zoiets, vanaf 1 jaar voor te lezen. En het kan wel meegroeien met dit kind. Ja. Het kan zeker in de eerste categorie zeker meegroeien. Aangezien het wel echt gewoon dagdagelijks avontuur zijn. En het is wel eens leuk. Er zijn ondertussen nog verschillende Finn en Snip boekjes uitgekomen. Bijvoorbeeld De Zomer. Ja. Het zijn eigenlijk heel fijne boeken om samen met kinderen de wereld waarin dat zij leven te ontdekken. En kennis te maken met routines, met de seizoenen en andere dingen die gewoon voorkomen in de wereld waarin dat zij leven. Ja, dus een hele leuke reeks om zo af en toe eens 1 boekje uit te kiezen en te lezen. Ontdekken. Ja. En dan het volgende boek. Het volgende boek. Dat is echt een van mijn persoonlijke favorieten. En ik denk ook wel de auteur een van jouw persoonlijke favorieten sinds kort. Het is namelijk een boekje van Eva Eland. Het is uitgekomen bij uitgeverij Leopold. En het is Als Gedriet op bezoek komt. Technisch gezien is het boek al verschenen in 2018. Maar haar volgende boek, wat we ook in deze categorie gaan bespreken, is heel nog binnen. Ja. En daarom hebben we deze er ook tussen gestoken. Ten eerste omdat we het allebei heel belangrijk vinden om gevoelens bij jonge kinderen al bespreekbaar te maken. En anderzijds omdat het gewoon echt prachtig mooie boeken zijn natuurlijk. Ja. Zoals jullie zien is het eigenlijk een heel sober boekje. Er staat heel weinig teksten en heel eenvoudige illustraties. Maar dat maakt wel dat kinderen het heel goed kunnen volgen. De tekst wordt door in het hele boek heel sterk grafisch ondersteund. Alles wat er in tekst staat, gebeurt ook in tekeningen. Waardoor het eigenlijk ook heel makkelijk te volgen is als je nog niet kan lezen. Het gaat over verdriet. Verdriet wordt voorgesteld als een tastbaar iemand. Die plots voor je deur staat. Die je eigenlijk niet had verwacht en niet had uitgenodigd, maar die er toch is. En wat je allemaal met verdriet kan doen, je kan het proberen te begrijpen, je kan het proberen te negeren, maar ook dat verdriet plotseling terug kan vertrekken. En op die manier is het eigenlijk een boek dat voor jonge kinderen waarschijnlijk nog te moeilijk is, voor de allerjongste binnen de categorie 0 tot 3, maar waar wel mee kan groeien. Ja. In het begin kunnen kinderen gewoon genieten van het verhaal, maar als ze iets ouder worden, gaan ze het verhaal beter begrijpen en kunnen begrijpen wat de emotie verdriet eigenlijk is of doet. En ik vind het echt... heel zacht qua tint. Het past ook bij het thema verdriet. De kleuren zijn heel zacht. En het is absoluut een aanrader om bijvoorbeeld cadeau te doen of te geven aan kinderen die voor het eerst te maken krijgen met verlies, zoals het verlies van een grootouder of een huisdier. Ja. Echt, echt, echt een aanrader. Die voor het eerst het rouwproces in een boek doorstaan. Ja, absoluut. Een bekender der bekenden. Ja. Ons lieve Nijn. Nijntje wordt 65 jaar en daardoor is er een nieuwe uitgave gebracht met 5 boeken, 5
vijf bestaande verhalen. Ja. Het is namelijk Nijntje in de dierentuin, het feest van Nijntje, Nijntje op school, Nijntje huilt en koningin Nijntje. 65 jaar Nijntje, wie kent Nijntje dan niet, is de vraag. We moeten zelfs niet vertellen wat geschreven is door Dick Bruna. Ja. Dat al weet onbekend. Iedereen ondertussen wel. Iedereen is fan van Nijn. Ja, het is echt een prachtige uitgave met een mooie hardcover en prachtige leeslintjes. Helemaal in de kleur van Nijntje. Ja. En zeker een aanrader voor Nijntjes fans, aangezien dit een bundel is van 5 boeken. Dus meer voorleesplezier. En makkelijk bij te houden met de lintje. Ja, echt een heel prachtig vormgegeven boek. Ik vind dit echt een collector's item. Eigenlijk, ja. Als je kinderen hebt, zou je hem gewoon moeten hebben. Ja, want Nijntje is toch al onbekend en gaat zeker nog jaren meegaan. Zo tijdloos. Ja. Zo tijdloos, dat is ongelooflijk. De felle kleuren, de simpele tekeningen. Het contrast met het wit altijd, ja. Zo herkenbaar. En een heel groot lettertype, leest heel fijn voor. Echt, ja, Nijntje is en blijft top, hè. Dus deze kon niet missen in deze categorie. We hebben al, zoals ik zei, boeken over emoties, flapjesboeken, aanwijsboeken, schuifboeken. En we hebben ook een geluidenboek. Yes. Ik zal misschien even op omduwen. Ja, is gebeurd. En dit is namelijk Een dagje thuis met Bobby. Geschreven door Ruud Wieloks. En dit gaat eigenlijk over Bobby en zijn hondje Trix. En zijn jullie mee door Een dagje thuis. En wat je allemaal kan doen op een dagje thuis. En het is natuurlijk super leuk, want kinderen mogen op de geluidjes duwen. En het is heel interactief, want bijvoorbeeld hier staat dan... Druk maar op de deurbel. En dan ga je doen. Ding dong. De geluiden zijn ook echt heel schattig gemaakt. Ze zijn ook zelf gemaakt in de Klavis geluidenstudio. Dus echt... Totdat hij gewoon klaar is. Bobby wil gaan douchen. Zet jij de kraan aan? Echt heel schattig. Doordat de geluidjes zo abstract zijn en niet gewoon een kraan is wat loopt, roept dit wel de verbeelding op, vind ik. Kijk, kindjes. Je moet heel goed luisteren naar wat er gebeurt. Maar als je eenmaal door hebt wat er gebeurt en aan de hand van het verhaaltje, dan gaan kinderen het zich wel levendig kunnen voorstellen. Want ja, wie zingt er niet eens onder de douche? Of... Het is ook een heel stevig boek. Ja. Vergeet wel niet af en toe de batterij aan en uit te zetten op de achterkant. Want anders is het diep. Je kan hem wel vervangen. Dat is niet zo'n heel groot probleem, maar het is wel handig. Geluidenboekjes doen het meestal heel goed bij kinderen, omdat ze interactief werken. Het is ook gewoon grappig. Ja, je kan op de bel duwen en het boekje maakt geluid. Het is gewoon heel leuk om mee te spelen. Een heel leuk boekje voor gewoon een dagje thuis. Perfect voor op een lazy Sunday. Gewoon even voor te lezen aan de kindjes. En gewoon lekker. Zeker in de herfstperiode gewoon zo een lekker dagje thuis. Over gevoelens gesproken. We hadden net Als verdriet op bezoek komt. Maar we hebben ook Waar geluk begint van Eva Eland. En dit is al een meer flashy cover. Dus niet zo blauwtonig. Maar al meer happy kleuren. En dit gaat namelijk... Het thema heel mooi, hè? Ja, en dit gaat namelijk over... Het zoeken naar geluk en het vinden en wat is nu geluk precies. Het bespreekt ook gewoon echt geluk als een tastbaar iets weer opnieuw. Als een klein monstertje zou je kunnen zeggen. Beestje, ja. En het is echt goed bespreekbaar gemaakt voor de doelgroep. Echt 0 tot 3. Eva Eland heeft dat zo goed gedaan. Ja, het voelt zo mooi mee. Hè. Het is echt... Prachtig, net zoals Als verdriet op bezoek komt, is dit ook weer een pareltje. En een absolute must in ieders boekenkast. Ik ben eigenlijk heel benieuwd of er nog boeken komen in die reeks, want ik zou het wel heel fijn vinden. Ja. Echt, echt, echt een meerwaarde. Ook voor op school, ook voor in de kinderopvang. Ja. Echt iets om actief mee aan de slag te gaan, vind ik heel tof. Dus ja. En dan ons laatste boek alweer in deze categorie. We sluiten de categorie af met een klepper. Ik vind het echt een... Fantastisch leuk boek. Ik ga even de groeimeter eruit halen. Opnieuw Guido van Genechten en uitgeverij Klavis. Maar iets helemaal anders. Namelijk Klein Wit Visje weet al heel veel. Klein Wit Visje, super bekende reeks. Er staan ook al heel veel boeken van. Ook van Guido van Genechten van X-Union. Ja, maar in Klein Wit Visje weet al heel veel. Is eigenlijk geen verhalenboek. Maar is eigenlijk een boek
om samen met kleine witvisje te ontdekken wat kinderen al kunnen. En elk thema... Oh, de binnenkant is ook zo mooi. Elk thema wordt aangekondigd met een infofiche eigenlijk, met hier de kleuren. Bijvoorbeeld, het eerste thema is kleuren. En dan maak je samen met kleine witvisje kennis met de kleuren. Bijvoorbeeld, je hebt een rode krab, je hebt een oranje visje. Zo maak je kennis met alle kleuren. Maar naast de kleuren maak je ook kennis met de getallen van 1 tot 10. Door te gaan tellen. En er is ook altijd één figuurtje dat afwijkt van de rest. Ja, bijvoorbeeld hier is één slakje met de oogjes open en hier de andere zijn allemaal één zeepaardje in de andere richting. En zo is het eigenlijk op een speelse en heel plezante manier nog leren tellen. Ja, want je gaat ook gewoon goed moeten opletten, ah ja, wat wijkt af? Je leert ook voorzetsels, zoals voor, achter, boven, onder, op. En je leert nog één dingetje en dat zijn eigenlijk papa's, maar dat zijn karaktereigenschappen. Bijvoorbeeld, je hebt een sterke papa, je hebt een grote papa, je hebt een snelle papa, en zo verder. Dus eigenlijk leer je op een heel speelse, actieve manier toch heel veel dingen, dus het is heel educatief verantwoord ook. En het leuke aan Klein Wit Visje is zonder twijfel de heel donkere achtergrond, die eigenlijk de felle kleuren die Guido Magenichte gebruikt heel hard gaat benadrukken en ook super mooi laat uitkomen. Hè? Dat is gewoon prachtig om naar te kijken. Hè? Echt een collector's item. Ja, het is echt een heel tof boek. En, zoals je al kan lezen misschien op de cover, je krijgt een gratis groeimeter erbij. En dat vind ik ook wel iets heel leuks. Zo voor aan een deur te op te hangen. En ja, te volgen hoe het kindje groeit. Echt. Wel er even bij vermelden misschien, het is wel echt geschikt voor de bovengrens van de categorie, vanaf twee jaar en een half ongeveer. Wanneer ze eigenlijk al een beetje naar school gaan. Ze moeten er wel iets voor kunnen, maar ik vind het echt een heel tof boek. Er zit ook heel veel in, niet alleen leren tellen of niet enkel de kleuren, wat je in heel veel boeken wel ziet. Mm-hmm. Maar het is gewoon een totaal pakketje. Ja. Ik vind het echt een top. Dus we sluiten af met een klep. Nu, het zijn allemaal kleppers, laten we daar eerlijk over zijn. We hebben ze natuurlijk gekozen omdat het allemaal zo'n prachtig goede boeken zijn, anders zaten ze hier niet tussen. Voor de mensen, ik ga het nogmaals herhalen, die het graag nog eens willen nakijken, willen afdrukken of willen gebruiken om bijvoorbeeld op zoek te gaan in de bibliotheek of in de boekhandel. Hier beneden vinden jullie een downloadlink voor de PDF, die is volledig gratis en mogen jullie downloaden en afdrukken zo vaak als jullie willen. En kan je geen genoeg krijgen van Lezen door het Leven, dan hebben we ook nog een Instagram pagina waar we 1 minuut filmpjes hebben gepost doorheen de periode eigenlijk een beetje, waar je nog meer info en een kleine korte recensie krijgt. En die ook al iets vertellen over de categorieën die nog moeten komen. Ja. Wat misschien nog belangrijker is, die Instagram pagina van Lezen door het Leven gaat jullie ook kunnen helpen om een aantal boeken te winnen. Dit filmpje komt online op het moment dat we ook de winactie online gaan laten gaan. Dus check zeker Instagram Lezen door het Leven en maak kans op een paar van de boeken die wij zo net hebben voorgesteld. Super tof, hè? Dus check die pagina voor winacties. Wil je de volledige recensies van de boeken, dan zeiden we het eerder al. Lees meer met mij en Valerie's Boekenwereld zijn de place to be om alles gedetailleerd en op papier eigenlijk voor het scherm te lezen. Absoluut. Wat ik wel nog graag wil vertellen is dat we binnenkort bij jullie terug zijn voor een nieuwe categorie, namelijk 3 tot 6 jaar. En dat voor 2020 volledig ten einde is, jullie alle categorieën zullen terugvinden hier op YouTube en in de PDF, die gaan wij aanvullen. Volgende keer komt er 3 tot 6 bij. Ja. En dan vinden jullie meer boekentips en nog meer plezier. En als je wilt meedoen aan de winactie, dan moet je snel zijn, want als het volgende videootje online komt van Lezen door het Leven, dus categorie 3 tot 6, dan sluit de winactie van de eerste categorie op meteen. En zo. Maar komt er ook een nieuwe winactie online? Psst. Ja. We zien jullie graag heel snel terug en hopen dat jullie echt iets aan onze boekentips hebben gehad. Want we weten dat het soms verschrikkelijk moeilijk is om een boek te zoeken voor jonge kinderen of voor jezelf. Ja. Dus Valerie en Chelsea to the rescue. En tot heel snel. Dag! Dag.